Breda Nu. Je weet het meteen. Op 31 maart opende Stek haar poorten voor de eerste stekmarkt van het seizoen. Een markt waarbij creatievelingen hun producten konden aanbieden. Je vond er zoal food, non-food, biologisch, niet-biologisch, maar ook zelfgemaakte producten. We organiseren elke laatste zaterdag van de maand een markt. Oké, en hoe lang bestaat deze markt al? Tweede jaar. En dus we hebben het al een keer of zes georganiseerd. En hoe gaat dat zo tot nu toe? Nou, het gaat erg goed. Het was gezellig druk. Het weer zit ook mee. En er is heel veel mensen langs geweest. Dus ja, eigenlijk helemaal prima. Ik verkoop brood, biologisch brood. Zelf met de hand gemaakt in mijn houtoven. En deze broden verkoop ik. Nou ja, daar heb ik ben bijna uitverkocht, want er komen echt veel mensen interesse voor. De volgende keer is weer op 27 april met Koningsdag. Vertellen wat u hier allemaal heeft? Dit zijn bijenhuisjes voor de solitaire bij. Ze hebben een stuifmeel en dat is tegelijkertijd zijn het celletjes. Het zit ongeveer 6 centimeter tot 4 centimeter diep. Het zijn 4 tot 6 celletjes voor ongeveer een centimeter. De achterste zijn de vrouwtjes, de voorste zijn de mannetjes. De mannetjes komen eerst uit en die wachten dan op de vrouwtjes en dan worden die bevrucht. Wat verkoop je allemaal voor moois? Bierdopjes. Ja, dat zie ik, maar dat zijn geen gewone bierdopjes. Nee, dat zijn magneetbierdopjes voor aan de koelkast. Oh, en heb je die gemaakt? Met een speciale knipper en bierdop en magneetje. En heb je er al veel verkocht? Ja. Oh. Nou, dat kan allemaal mooi in je spaarpot dan. Hey, en wat is nou jouw eigen favoriete bierdopje? Welke vind je het best gelukt? De grote beer. Oh ja. Wauw. En jij? Ik vind wel... Ja, deze. Een koe. En jij? Ik heb er zelf een gekocht. Het zijn de sterren. Die vond ik echt super vet. Breda Nu. Je weet het meteen.